Amerika draait nu eventjes helemaal om de storm die daar woedt en veel schade en slachtoffers maakt. Je zou bijna vergeten dat Amerika over een kleine maand een nieuwe president kiest. Ja, heel even gaat het alleen maar over Milton. De afgelopen weken was het allemaal verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen. En nu als je alle Amerikaanse kranten, nieuwsites, alles gaat over Milton. Er was natuurlijk een grote angst dat er enorm veel doden zouden vallen. Dat is uiteindelijk, lijkt erop, mee aan het vallen. Maar ja, het ging over Milton. Milton. Wat betreft die verkiezingen nog even. Hè? Wat is nou zo'n beetje de stand van zaken? Want ik zie zowel Harris als Trump zich in allerlei bochten wringen om, ja, om zieltjes te winnen. Ja, absoluut. Kijk, wat heel grappig is. Amerikanen die vinden altijd een president, daar moet je een biertje mee kunnen drinken. Dus wat doet Harris? Ja, die zit bij Stephen Colbert, een talkshow aan tafel. En die gaan dus ineens een biertje met elkaar drinken. Ik vond het erg cringe. Het zag er ook niet heel oprecht uit. Ze kijkt ernaar alsof het een raar, exotisch voorwerp is. Maar goed, ze heeft dus ineens een biertje gedronken. Het doet ze eigenlijk ook een beetje om misschien wat republikeiner... Ja, dat is natuurlijk... Ze wil de republikeinse kiezer aanspreken. Dus niet alleen een biertje drinken, maar ze heeft ook ineens gezegd dat ze een Glock heeft. Hè? Een pistool, dat is natuurlijk ook iets waarmee je republikeinen aanspreekt. Dus zij doet er alles aan om naar de andere kant een soort handreiking te doen. Doet Trump er ook alles aan om een beetje links over te komen? Ja, nee. Very big thank you to Pennsylvania, we love Pennsylvania. Trump is gewoon Trump en die geeft eigenlijk een alles aan van ik blijf mezelf en ik ga alleen maar meer zeggen wat ik vind. Die ging terug naar de plek waar die bijna werd doodgeschoten. Ja, en die trekt in één keer Elon Musk het podium op. Die gaat natuurlijk weer helemaal de andere kant op. Die wil zich laten zien van ik ben succesvol en ik heb grote mensen aan mijn kant. En ineens komt Elon Musk het podium op. Take over, Elon, yes, take over. Was al bekend dat die man aan de kant van Trump stond, maar nu stond hij ook op het podium een speech te houden. Zich helemaal in aan de kant van Trump te scharen. Ja, het was heel bijzonder. Hij komt op het podium op met een raar dansje. Hij heeft een zwart petje op. Zegt dat hij Dark MAGA is. Kamp Trump vindt het geweldig. Aan de andere kant wordt er vooral heel erg om gelachen. Het is allemaal heel merkwaardig, ja. Tijdens onze voorbeschouwingen hier heb ik ook een wisselende Amerikaanse classic voor je. Vandaag gaan we genieten van een milkshake. Yes! My favorite. You're welcome. Nou, eet smakelijk, Thomas. Ja, heerlijk. Wat ook niet kan ontbreken in aanloop naar die verkiezingen zijn natuurlijk de campagnevideo's. De kampen Trump en Harris verzinnen de gekste dingen om elkaar zwart te maken. Je hebt een aantal voorbeelden meegenomen. Waar beginnen we mee? Ja, we beginnen met een video van het kamp van Trump. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. More than 13,000 illegal immigrants convicted of murder have been caught at the border and then released into the United States. Vanuit het Trump perspectief, het is super, super slim gedaan. Want zij heeft in The View, dat is een soort Amerikaanse vijf uur show, daarin heeft ze de uitspraak gedaan. Toen ze werd gevraagd van zou je iets hebben veranderd in de afgelopen 3 jaar, dat je vicepresident van Joe Biden was. En dan zegt zij nee, ik zou eigenlijk niks anders hebben gedaan. Vervolgens hebben ze allerlei rampzalige dingen uit de afgelopen 3 jaar achter elkaar geplakt. En dan steeds dat stukje daar weer achteraan, nee, ik zou niks anders hebben gedaan. Trump will always choose Putin over the American people. And now we have evidence. Want ook Harris, die kan er ook wat van. Het kamp van haar komt ook natuurlijk met video's online. Die zijn ook leuk om naar te kijken. Daar hebben we er ook eentje van. Laten we even kijken. Who will Trump look out for in his second term? I think I could have a very good relationship with President Putin. I'm not disavowing that he called me a genius. It's not you. Je ziet Trump naast Poetin. Er is een nieuw boek van Bob Woodward verschenen onlangs, waarin wordt gezegd dat hij COVID-tests heeft gestuurd naar Poetin, stiekem. Nou, dat wordt natuurlijk meteen uitgevent. Dit is de angst die bij heel veel democraten heerst. Op het moment dat je Trump in het Witte Huis hebt, dan heb je eigenlijk ook Poetin in het Witte Huis. Ja, en dat wordt hier in een heel spannend videootje, wat is het, 30 seconden, wordt dat enorm goed uitgevent, ja. Beide kampen hebben eigenlijk al aangegeven van we gaan op volle kracht vooruit. Dus ik zou alleen maar meer moddergooien verwachten. Oftewel, volgende week weer een paar goede video's. Volgende week meer van, ja, het wordt alleen maar gekker. Smullen. Smullen, ja. Voor de neutrale kijker, smullen. Hey, we sluiten even af met de politieke barometer. Wie gaat er op dit moment gevoelsmatig aan kop in de race naar het Witte Huis? Ik denk op dit moment dat Trump de grootste kans maakt. Ja. Die is nu in de battleground states, de swing states, hè, waar het om gaat. Daar gaat het bepaald worden op 5 november. Op dit moment heeft Kamala eigenlijk nog maar in 1 van de 6 een voorsprong. Nevada en die anderen die gaan naar Trump volgens de peilingen. Maar het is echt razor thin, hè? Razor thin. Dus het kan volgende week zo weer anders zijn. Maar op dit moment geef ik Trump de grootste kans. Hoe was de milkshake van Hans? Fantastisch. Heerlijk.